Oh, zomer. Ik was hier zo aan toe. Chillen, relaxen, zwembadje en heel belangrijk, een ijskoud drankje erbij. En als het dan op is, flesje recyclen. En dat gaat al best goed, want van alle kleine plastic petflesjes komt al 70% weer terug. Maar dat kan natuurlijk nog veel beter. Om te zien hoe dat recyclen in zijn werk gaat, heb ik een superleuk experiment bedacht. Ik pak een GPS-sticker op een flesje zoals deze. En dan kan ik precies zien waar die blijft met mijn Bottle Tracker app. Easy as that. Dus let's not waste this summer. Lekker recyclen! Ik ben in Amsterdam en zoals je ziet gaat het hier ook wel eens mis. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Want milieu en plastic gaan niet echt heel lekker samen. En zeker als je weet dat de plastic flesjes een tweede leven kunnen krijgen. Kijk, die flesjes die jij en ik dus wel netjes inzamelen, die worden gerecycled. Veel bedrijven die PET gebruiken, zoals Coca-Cola, hebben ervoor gezorgd dat de flessen die ze maken voor 100% gerecycled kunnen worden tot onder andere nieuwe flessen. Maar dan moeten die flessen natuurlijk wel netjes in de prullenbak. Dus zorg dat je je flesje netjes recycelt. Maar wat nou als je flesje niet in de juiste bak belandt? Daar gaan we vandaag achter komen. Ik heb een flesje voorzien van een trekker. Zo, die gaat snel. We hebben een fiets nodig, jongens. Een fiets, kom. Coming through! Laat de trekker zien. Oké, okay, moet hier ergens zijn. Hij moet hier ergens zijn. In het water. Daar. Woep. Hij moet op die boot zijn daar. Daar! Meneer, hallo, kunt u stoppen? U heeft mijn fles. Hey. Jij hebt mijn flesje. Ik heb wel meer flesjes. Hoi, ik ben Gwen. Ik ben Erik. Hallo. Wat is dit voor boot? Dit is een boot van Plastic Whale. En wij vissen het plastic uit de Amsterdamse grachten. En dat doen we sinds 2011. We zijn het eerste professionele plastic visbedrijf van de wereld. Vet! Dus de kans is groot dat mijn flesje hier bij jou aan boord ligt. Als je het na 2011 hebt verloren, wel ja. Het liefst krijgt Coca-Cola al haar flesjes terug om te recyclen. Maar dat lukt niet altijd, dus zijn ze partner van onder andere Plastic Whale. Die maken van dat plastic hun eigen boten. En dat gaat zo goed dat er inmiddels al 11 boten rondvaren. En met die boten vissen ze nog meer plastic uit het water. En van dat plastic maken ze dan weer... Je begrijpt het idee. Maar ze stopten niet bij boten, want inmiddels maken ze ook meubels van het plastic dat ze opvissen. Mooi idee dus. Dat vond Coca-Cola ook. En daarom werken ze samen om zwerfafval tegen te gaan. Dat plastic whalen, doe je dat in je eentje? Nee, dat doen we met bedrijven, met scholen en met toeristen. En die betalen ons om plastic uit de gracht te komen vissen. Gratis werknemers, gratis plastic en gratis boten. Gratis vissers. Ja, lekker bezig, Erik. Ja. Dus Nederland, lekker blijven recyclen. En mocht het nou een keertje misgaan, dan is Erik daar met zijn plastic wheel en Coca-Cola om je te komen helpen. Wil jij weten hoe je mee kan helpen recyclen? Check dan even hier. Nee, let's not waste this summer. Hey!